Zet u allemaal terug op het puntje van uw stoel, want ik heb uw zakken al volgeladen, maar er kan nog een beetje bij. De wet van de goochelaar luidt: geloof nooit wat u ziet. Dat zegt de fiscus trouwens ook altijd. Wel kijk, ik heb hier een witte wandelstok. Als we de witte wandelstok bedekken met een zwart doekje, wel, men kan nu al beginnen twijfelen. Was die wit of was die zwart? Ja. Wel, beste vrienden, ik heb hier dus een zwarte wandelstok. Als we de zwarte wandelstok bedekken met een rood doekje, kan u al twijfelen, was die zwart of was die rood? Ja. Maar, u ziet, of u denkt te zien, dat ik hier een rode wandelstok heb. Als we die rode wandelstok bedekken met een doek in alle kleuren van de regenboog, dan kan u al beginnen twijfelen, was die er of was die er niet. Oh, man. Ja, aha, ja mensen, alsjeblieft. Wel, ik ga de... Hij krijgt van het publiek een applaus. Boven, was het Bastiaan? Dat zijn er wat groter. Gezicht, altijd mensen. Hallo. Hoe is uw naam? Fever. Hoe? Fever. Fever. Dat is juist geantwoord. Fever. Om te goochelen, wat hebben we daarvoor nodig? Een goochelstok. Een? Goochelstok. Goed. Nog even kijken. Dat is een beetje een speciale goochelstok, want deze goochelstok, Fever, die werkt het best als hij eerst even in het donker heeft gelegen. En weet je wat? Ik heb een doek. We hangen het doekje erover. Dan hangt hij in het donker. Oké? En nu mag jij die stok met één hand bovenaan vasthouden. Zo, met één handje. Zo. Oké. Goed. Zo. Nu, Fever. Ik heb, we gaan de kleinste goocheltruc doen die er bestaat. En de kleinste goocheltruc is een truc met een draadje. Maar weet je wat? Neem eerst even de goochelstok, want die gaan we nodig hebben voor deze truc. Die hangt eronder. Neem de goochelstok even. De goochelstok. Ja. Fever gaat even de goochelstok nemen. De goochelstok, die zit daar aan, hè? Ja, Fever gaat even de goochelstok. Fever. Ja. De goochelstok. Oei. Fever. Waar? Fever, waar is de rest van mijn goochelstok? Fever? Fever. Om te goochelen hebben we, van deze truc hebben we een hele grote goochelstok nodig. Ik heb er een hele grote meegebracht. Gezicht naar de mensen, armen naast u. Kijk, Fever. Een hele, hele grote goochelstok. Fever? Doe die niet verloren. Ik heb er zo maar eentje bij. Zo, hou hem zo in je hand en doe hem niet verloren. Zo, oh Fever, ik heb er nog één. Andere hand. Goed vasthouden. Zo. Wel, oh Fever, ik heb er nog eentje. Alsjeblieft, Fever. Ja, goed vasthouden. Fever, ik heb er nog een, Fever, alsjeblieft, Fever. Zo, goed vasthouden, Fever. Ik heb er nog eentje, alsjeblieft, Fever. Alsjeblieft, Fever, ja. Oh, ik heb er nog een. Zo. Fever, kijk. Nu, dat is de kleinste truc die er bestaat. Fever, dat is een truc met een
nemen. Ja, even blijven staan. Even. Zo. Voilà. Oeps, dat ligt niet, maar dat is niet, niet erg. Zo. Veve. Dan moet je wel. Oh, dank u, dank u, dank u. Zo. Zo. Voilà. Veve, dan moet je wel eventjes het draadje betoveren met de goochelstokken. Dus je zwaait over het draadje en je zegt hocus pocus as. Oké, Veve, dat is goed gedaan, Veve. En houd even dat klein zwart kogelstokje nog vast, heb je nog even nodig. En de andere doen we even weg, Veve. Kijk, Veve, nu gaan we dat draadje in kleine stukjes brengen. Veve, alsjeblieft, kun jij dat ook even in kleine stukjes breken? Zo. Zo. Hele kleine stukjes. Ja, die vrede, doe maar. Ja, en. Ja, oké, hoe vrede. En allemaal in 100.000 stukjes. Zo. Hoi. Nu 100.000 vrede. Ja, dat is heel goed. Heel goed. Dank u, vrede. Hebben we alles? Kijk, Veve. Nog een beetje. We gaan één draadje apart houden. Kijk, Veve. En die maken van al die korte draadjes een klein balletje. Zie je? Klein balletje van draad. Zie je, Veve? Ja. Zo. Zo. Een beetje. En dat klein balletje van draad, dat gaan we tegen dat andere draadje. Als het meevalt, blijft het er tegen plakken. En een beetje op mij, zo. Kijk, zie je het hangen? Blazen. Nog eens blazen. Oeh, Veve. Wat applaus voor Veve. Mijn goochelstokje, jij krijgt van mij dat draadje en Veve, jij krijgt van mij ook, ik heb ze bij, maar ze zitten in mijn zak. Niet vergeten, na het optreden kom je bij mij een diploma halen van assistent goochelaar. Ja, die Veve, ja, daar zit, dat is talent. En beste vrienden, voor mijn volgende goocheltruc heb ik graag eventjes de assistentie van een vrijwilliger. Of de mama van Veve. Oh, jonge dame, ja, kom er even bij. U krijgt van het publiek een applaus. Hoe is uw naam? Oh, dat is een chique naam. Rozemarijn. Rozemarijn is eigenlijk niet echt een truc. Het is wel een truc. Een beetje experiment. En ik heb daarvoor nodig een bankbiljet. Een bankbiljet van 50 euro. Heb jij een biljet van 50 euro? Rozemarijn, is zeker wel iemand in het publiek die een bankbiljet van euro of de Roger of vandaag iemand anders kan ditjes. Is er iemand netjes die 50 euro wil lenen aan Rozemarijn? Die is voor. Die heeft 50 euro. Rozemarijn zegt erbij dat hij ze terugkrijgt. Mijn trust, hè? Ja. Kom hier aan deze kant even staan. Rozemarijn, van wie is die 50 euro? Van Bram. Bram. En heb jij gezegd tegen Bram dat hij ze misschien terugkrijgt? Rozemarijn, nu, die briefjes van 50, ja, er zijn er veel van, hè. Ja. Als je nu zo 10 naast elkaar legt, kun je dat briefje van Bram niet meer herkennen, hè. Die zijn allemaal hetzelfde. Ja, hè. Aan de nummer. Rozemarijn,
Ik heb een papiertje. Ik heb een balpen. En we gaan het nummer noteren van die 50 euro. Niet die 50, hè? Ja, maar dat staat overal. Je kleine nummer. Maar één, dat begint met een Z. Jij dicteert, ik schrijf Z. 725 Dus ik herhaal. Z. 725. 567. 59818. Oké, of met andere woorden, 72.557.000. Oké, verder, Rosemarijn, alsjeblieft, de balpen. Hier op dat briefje van Bram, mag u op dat niet hier iets, leg het even op mijn tafel, iets opschrijven of tekenen, een bloemetje, een nuisje, uw telefoonnummer, een opstel, uw. Dat is strak. Oké, dat is strak. Dank u. Dat is de nummer. Rosemarijn, heb jij al eens? Ja, dus er is één briefje met dat getalletje en met dat tekeningetje. Ja, maar heb jij nog nooit meegemaakt dat je met een balpen een gatje in papier drukt? Ja, maar dat kan, hè. Als je de haar drukt, dan is er wel een gat in, hè. Dus, de 50 euro van Bram plooi ik in twee en nog eens in twee en ik rol die op. Ik maak van de 50 euro van Bram een borstje van 50 euro. Rosemarijn, leer jij ondertussen die nummer van buiten. Voilà. We doen daar een rekkertje rond. Zo, ken je hem van buiten? Je moet als die ergens al weer zetten. Zo, dan kunnen we die er straks bijhalen. Zeg een vraag, had Bram die 50 euro nog nodig? Anders zal het niet. Dus niet verloren. Ik heb nodig, beste vrienden, hier een klein stukje wit touw. Rosemarijn, mag ik even de 50 euro van Bram? De 50 euro stoppen we in de hand. Zo, voilà. En nu heb ik nodig 1, waar zit hem? 1, aansteker. Voilà. Rosemarijn, ik ga u vragen, alsjeblieft. Nu gaat u met dat vlammetje heel traag, langzaam, voorzichtig, hou je dat vlammetje aan dat touwtje en dan gaat dat, oké, van traag, hè? Langzaam, doet hem eerst in brand. En nu traag, niet te rap, traag. Dat was de rap. Ja, maar ik heb het toch gezegd, hè. Traag, langzaam, hier een steekvlam. Als het niet maar gelukt is. Beste mensen, dit was de truc met de 50 euro. Dank u. Rosemarijn. Gewoon bij de brand nog eens 50 euro. Ja, weet je wat? Zo gauw, zo nog gooien. Ja, Rosemarijn, luister. Het kan niet lukken. Ja, dat is een accidentje. Het kan. Bram, ik zal uw naam alleszins vermelden als sponsor van deze truc. Maar we gaan proberen om die 50 euro terug tevoorschijn te goochelen. Dat lijkt me niet meer als logisch. In deze hand is ze verdwenen, in deze hand zal ze weer verschijnen. Ja, Rosemarijn, ik heb één goochelstok. Je zwaait met de goochelstok over mijn hand en je zegt, simsalabim. De 50 euro van Bram zit erin. Oké, alstublieft. Sorry. Dat is niet erg. Ja, Rosemarijn, geen probleem. Ik heb hier, dat is een kistje. En dat is een kistje speciaal om briefjes van 50 euro tevoorschijn te goochelen. En wat zit er in het kistje? Het staat erop, hè, mensen, dat is gemakkelijk. Zo.
Nu even uw linkerhand. Dat is de hand waar u vandaan rechts staat. Voilà, een tandvat. Nu komt u met uw andere hand erover en je zegt, simsalabim, de 50 euro van Bram zit erin. Simsalabim, de 50 euro van Bram zit erin. Niet, Bram zit daarin, hè. Jammer. Oké, nu, voorzichtig, je doet dat open, het knoppetje draaien en trekken. We doen het niet kapot. Dat is te ja, en rozemarijn. Wat zit er? Wat? Sociale stukjes zijn ook nog heel zet. Wat zit er in het envelopje? Over de 50 euro. Niks. Oei. Oei. Ja, maar ja, pas op de mensen, dat is niet... De chique truc, hè, echt, als je hem kent, de chique truc, hè. Nu komen die woorden, echt waar. Dat is een schuifje. Wat zit erin? We gaan het simpel houden, gewoon blazen. En... gelukt! Beste vrienden! Applaus voor Bram en Rozemarijn! Ja! Had ik nu 5 euro? Zit ik er zeker? Ja, maar luister, Rozemarijn. Ik heb die heb jou eens geholpen bij de vogelaar. Dat is de eerste keer! Dat valt mee! Dat is ook de eerste keer dat ik deze truc doe. Ik heb het gezien op de televisie. Dat is echt knap als je het doet. Echt waar. Nu komt het echt in orde. Wat zit er in de doos? Nu gaan we het simpel houden. Rozemarijn. Gewoon blazen over de doos. En terwijl u blaast, zegt u simsalabim. Simsalabim. Gelukt. Bram. Ja, ze zijn gewisseld. Vijf centjes, 2 centjes, 1 centjes. Ja, Rozemarijn, dat nemen we dan... Ja, dat is, ik geef het toe, dat is geen 50 euro. Maar dat is misschien wel 5 euro. Dat kan, we gaan rekenen. 5 euro. En 5 euro is samen 10 euro. Luister. Met een grote stok, dat was de nieuwe. Dat kistje, dat was ook nieuw. Weet dat maar, geef er mij nog 50 euro bij en we klappen er niet meer over. Dat gaan we niet doen. Rozemarijn, luister. Ik vind dat echt sympathiek van u dat jij direct kon helpen. Echt, ik apprecieer dat. De Bram ook vriendelijk bedankt. Dus ik heb het al gezegd voor de sponsoring. Echt. Kan mislukken, maar... wat sympathie krijg je van mij, een troostprijs. Misschien zit er iets in, misschien zit er niks in, maar je krijgt iets. Als er iets in zit, is het wel voor de brand. Is dat afgesproken? Ja. Beste mensen, ik heb niks in mijn handen, niks in mijn mouwen, niks in mijn koppetje. Ho! Hier op mijn tafel staat aan het begin van een optreden, de envelop. Aan die speld. Van het begin van de optreden. Er is niets aangegeven. We halen die erbij. Rozemarijn, jij staat er dicht bij. Kijk, die is dichtgeplakt en dichtgeniet aan alle kanten. Dus geen valse openingen opzij. We maken hem open. Kijk, dat mag allemaal gecontroleerd worden. Dicht aan alle kanten. In dat envelopje zit een zakje. En dat zakje is dicht aan alle kanten. En van boven helemaal dichtgemaakt met een boel rukkertjes. En in dat zakje zit met de vingertoppen, kijk, een glazen flesje met een schroefdopje. In dat flesje, alsjeblieft, een worstje van 50 euro. Ik vijs het stoppetje eraf en jij mag zelf die 50 euro eruit halen. Ik haal de nummer erbij en Rozemarijn, doe u het even open. Dus, beste vrienden, in dit flesje helemaal dicht geschroefd, met een schroefdoppetje dicht verbonden in een zakje verzegeld, er staan een bloemetje op. Ik lees de nummer hier, jij daar, samen, zet, 7, 2, 5, 6, 7, 5, 9, 8,
van Bram. Alsjeblieft, geef hem de nummer op, dan gaan we dus alles naar zien. Grote bedankt. Om te gebruiken in de keuken. Tegenwoordig, de man moet even goed kunnen groeten thuis. De nieuwe man achterbleef kon er niet op komen. Dat is een apparaat, twee pootjes. En dat kan uiteen, zal u laten zien. Dat is dus een mes. En dat mes is vlijmscherp. Voel een keer. Hop. En kijk eens, Peter, kijk eens hoe dat blinkt. Dat mes is steriel. Ik kan hiermee mensen steriliseren. Oh. Dat gaan we niet doen, hè? Ja, Peter. Ja, meneer, dat is eigenlijk. Dat dient dat niet voor. Dat dient om in de keuken groenten te snijden. Dat is een groentesnijder. In het Vlaams noemen ze dat een koeklegume. Nu, kijk. Ik zal laten zien hoe het werkt. Ik heb hier twee worteltjes. Eentje uit mijn hof en eentje van de winkel. Met z'n oog twee worteltjes eronder. En u gaat zien, één keer kappen en die twee worteltjes zijn doorgesneden. Hé, dat werkt, hè. Dat marcheert, hè. Je ziet dat, hè. Nu, wat is er nu speciaal aan dat apparaat? Heb jij hobby's? Wat doe je? Fietsen. Ah, belangrijk. Als jij groenten gaat snijden met een scherpmes, zoek de vinger af, dat kan. Je hebt je vingers nodig om te sturen en te remmen. Is hè. Dat is iets speciaal, dat is voor u. Kijk, voilà. Nu staat dit apparaat op veilig. Dat wil zeggen dat je onmogelijk in uw vingers kunt snijden. En ik laat u zien dat dat echt zo is. Stel dat dat worteltje uw vinger is. Allee, of iets van uw anatomie, hè. Je steekt je daar eronder, één keer kap, het staat op veilig. Dus je zal zien, er zal niks aan zijn. 1, 2, al. Oei, ja. Mensen, ja, sorry, is kapot. Ja, sorry, dat ja, dan moeten we nu doorhebben. Ja, we moeten verder, want er zijn mensen in de zaal. Ja. Een vraagje, zit jij linkshandig of rechtshandig? Of onhandig? Onhandig. Ja, rechterhand. Voilà, staat op veilig. Ja, Peter, mag u vragen, geen vuist, plat. En die helemaal, hoe plat houden we uw hand? Als ze vuist maakt en het mislukt, dan moeten we zoeken, hè, onder de paard. Ja, ja, Peter, sorry, maar als dat die zetjes naar boven dan is, met uw wanderhand. Ja, die zetjes naar boven. Terwijl we moeten proper werken. Dus, een proper doekje rond uw hand. Voilà. Laat de mes niet zakken, nee, want dan zitten mijn vingers ertussen. Ja. Oké. Okay. Ja, in orde. 1. Ja, al nog eens naar boven. Al nog eens vast. We gaan, terwijl we bezig zijn. Oh, mensen, dat was van vorige keer. Toen was het mislukt. Dat is van de pianist. Je speelt nu trompet. Terwijl we bezig zijn, hier een teken van onder. Ja, oké, laat me los. Zo. Wat zit er klaar? 1. 2. Mensen, dat is niet echt, hè. Dat is een truc, hè. Dat is een truc. Peter, dat is een illusie. Zeg maar, als het mislukt, dan is het een desillusie. Allee, het gaat gebeuren. Alles beweegt nog. Ja, een beetje. Ja, profiteer ervan. 1, 2, 3, 4, 5. En, wat denkt u? Is dat... Ah, Peter. Bedankt. Nu, we moeten passen de komende dagen, want dat kan nog altijd met vertrouwen. Ja. Applausje voor de Peter. Ja. Maar nu, dus, als je
morgen naar de zee gaat. Je neemt uw paraplu, gecontroleerd of alles in orde is, en dan bind je hem samen en je stopt uw paraplu in de mand. Verstaan eens? Als het regent, heb je altijd uw paraplu. En andere mensen doen dat niet en die moeten naar binnen en jij kunt blijven staan, droog op het strand. Hé, hey, dat is goed gezien, hè? Zo, voilà. Paraplu in het mandje. Nu, aan de zee, wat gaan we dan doen? Zwemmen. Zwemmen, wat nog? Spelen. Spelen, wat nog? Stappen. Stappen. Zandkastelen maken. Rijden. Dat is plezant, hè? Met de krokkerkers. Zeg, en die ketting, die kan daar afvallen, hè? Die ketting, dat gebeurt, hè? En wat moeten we dan doen? Stappen. Nee, die ketting doet terug opleggen. Ah ja, en dan uw handen vuil en vies van de olie afvegen aan uw kleren, waar anders. En dan kom jij, ja maar ja, en dan kom jij het appartement of op de camping en dan moeten mama of de papa de was doen. En op reis is dat niet plezant, hè? Hé, hey, hey, weet je wat ik heb uitgevonden? Een wasmachine speciaal voor aan zee. Laten zien. Kijk eens, dat is mijn nieuwe wasmachine. De waszak. Groen van binnen, groen van buiten. Zie je? Zo. Alsjeblieft, in de zak zit de was. Ja. Eén voor één haal je de was eruit en je stoppen het in de waszak. Eén voor één. Een gele, vuile, vieze vod. Eikes. Een zakdoek. Eikes. En wat zit er nog in? Eén voor één. Een kous. Moet eens rieken. Eikes. En nog een nylonkous. En een rode zakdoek. Eikes. En wat zit er nog in? Een onderbroek. Eikes. Kan er niet in, hè? En een blauwe vod. Zit dat diep? Kunt er niet meer uit, hè? Dat is het. Oh ja, oké, dat is goed. Kom. Ja. Zeg, de grote mensen, je hebt dat gezien. Ik maak geen verschil tussen die kleuren. Rood, wit, verbetering, hè. Niks te sorteren. Niks sorteren. Koolwas, wolwas, witte was. Alles in dezelfde zak. Een verbetering, hè. Ja. Het enige wat dat je moet doen, dat is er eens goed over blazen. En de was is gewassen. Proper. Haal hem er maar uit. Proper. Wit. Hé, hey, wat is dat? Wat is dat? Want dat is mijn paraplu. Zeg, hey, en de was, die is weg. Zeg, maar ja, ik was dat vergeten te zeggen. Ik moet nog een pak staan. Ja, zeg, ik was dat vergeten te zeggen. Maar die paraplu, die hoort erbij, want die paraplu, die dient om de was op te hangen. Proost! De mijne de koop zolang de voorraad strekt. Een applausje voor de eerste. Ja,